Het is een pareltje. Het is een next level. De acteurs die niet gewoon hun rol spelen, die zijn gewoon een personage. Gewoon, het is goed. Het heeft mij verbaasd eigenlijk. Amateur, zou ik niet zeggen. Ik vond het heel goed. Het was gelijk in een film. Je leefde er echt mee. Mee. Moet komen zien. Het is echt de moeite waard. Ja, fantastische uitvoering. Het is precies een historische film waar je nog even gaat zien. De cast speelt formidabel goed. En allee, ik moet zeggen, zelfs de Fog van Engeland, van Londen, staat er allemaal mee op. Er is aan alles gedacht. Het zit prachtig in het Londen van de vorige eeuw. Dus eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort Charles Dickens, heel veel bloed. Ik vind het zeer goed gespeeld. En de decors zijn prachtig. Allee, dus ik vind het heel fijn uitgebouwd. Zo van, je voelt je in die sfeer. Je beleeft het mee. En je zit in dat verhaal. Maar ik zeg er wel bij, het loopt niet allemaal even goed af. Het was gewoon geweldig. Het was super spannend. Het was een afloop dat je niet denkt dat het zou zijn. Maar het was ongelooflijk goed in scène gezet, het was ongelooflijk goed gespeeld. En ja, het is een avond om niet te vergeten. Die is voorbij gevlogen, gewoon omdat je met de spanning meedraagt met heel het stuk. Dus nee, echt top gedaan. Om nog maar te zwijgen over de geluidsfragmenten, de haarfijne belichting, de muziek die zo juist is, die zo juist is, zo juist getimed is, maar ook goed gekozen is. Het is gewoon af. Iedereen moet dit zien. En ik hoop dat ze misschien niet gewoon 14 keer kunnen spelen, maar dat ze misschien nog 14 extra voorstellingen kunnen spelen. Ik en mijn collega daar eigenlijk alleen in bijtreden. Ik heb een week geleden een film gezien om te kijken waar dat eigenlijk Sweeney Todd over ging. En van het eerste moment zat ik hier ook even goed mee in het verhaal. En ik vond het zelfs heel tof dat er zo wat ludiek met bepaalde dingen is opgegaan. Echt een aanrader. Beste mensen, het Doortheater heeft weer al eens een keer verrast. Een prachtige productie waar je zeker moet naar komen kijken. Een regie om u tegen te zeggen. En acteurs die het beste van zichzelf geven. Wordt het een verrassing? Wordt het spannend? Ja, absoluut. Het is heel spannend. Een verrassing? Heel veel verrassingen. Dus komen kijken. Tot nog eens. Dag.